Goedemorgen en welkom bij vlog nummer 100 alweer. Zo bizar. Vandaag is een hele leuke en spannende dag ook. Maar ik ga jullie gewoon proberen lekker mee te nemen voor zover dat kan. En eventueel vragen of mijn moeder wil filmen. Dus helemaal excited. Ik heb net weer de jochie naar school gebracht. En ik ga nu weer naar huis. Even thuis snel opruimen met mijn moeder en hebben we een afspraak. En dan... Oh jee. Ik werd gewoon echt wakker vanmorgen van dat boerenprotest. Dat is echt niet normaal. Ik ga gewoon met z'n allen over de snelweg in Leipzig. Maar ja, dat dus. Het is 16 oktober vandaag. Het is woensdag. En vandaag zou officieel mijn laatste werkdag zijn. Maar die heb ik natuurlijk al... Ik heb al afscheid genomen. Vrijdag. Dus ja. Dat hoeft niet meer. Ik heb zo'n zin in vandaag. Ik vind het echt rete spannend. Maar ik ga jullie straks meer vertellen. Helemaal excited. Dat was mijn broertje. Moest echt doen. Dus. Ik ga nu naar huis. Ga ik ervoor zorgen dat alles klaar staat. En dan zie ik jullie straks. Ik heb vandaag weer bijzonder slecht gefilmd, maar het regende keihard en mijn hond aan het uitlaten. De laatste van de drie gelukkig, maar zo goed. Ja, ik zou vandaag iets super excitings gaan doen. Dat hebben we ook gefilmd gelukkig, dus ik heb het wel graag gedaan. En ik heb een auto gekocht. Ik ben helemaal blij, maar ik kan hem volgende week ophalen. Volgende week vrijdag. En dit is voor jullie over 2 dagen. Heb ik hem. En dat ga ik wel helemaal filmen proberen. Ik vraag mijn ouders willen helpen dan. Nou, lukt hem. Ik heb er echt al 2 uitgelaten en ik heb ze ver uitgelaten en ik ben helemaal beweekt gewoon. En ik heb zo'n jas aan met zo'n vieze bondkraag. Dus je wordt helemaal soepig en blauw. Dus ja, ik heb een auto gekocht. Ik ga wel... Ja, jullie hebben die beelden al gezien. Een deel. Maar... Love it. Ik ben blij. Ik ben blij. Dus... ik ga even... verder. Ik zou laten het regenen. En dan ga ik, als ik thuis ben, denk ik om de douche springen om warm weer te worden. En dan zie ik het allemaal verder. Oké, ik zie net dat ik de vlog nog had afgesloten. Dus bij deze, bedankt voor het kijken. En ik zie je morgen weer.